Wat leeft er in Papendrecht? Zakelijk, politiek en op straat. Wij houden je op de hoogte. Papendrecht Actueel. Vanaf vandaag 1 juni, tweede Pinksterdag, 12 uur, mochten de horecaondernemers hun restaurants, hun cafés en hun terrassen weer openen. Wij namen een kijkje in het centrum van Papendrecht. Voor het eerst sinds lange tijd weer het terras open. Wat betekent dat voor jullie? Ja, wij zijn allemaal super enthousiast dat het weer open mag. Echt wel weer fijn dat we weer gewoon lekker aan het werk mogen en ons ding mogen doen. Ja. Uiteraard zijn we de afgelopen weken ook bezig geweest. Maar dit is toch wel het echte werk waar wij allemaal plezier in beleven. Eindelijk mag het weer. Hoe is het om nu weer eens een keer lekker op het terras te zitten in het zonnetje? Heerlijk. Hebben we zo lang op gewacht. Ideale. En ik kan vertellen, ik ben een Italiaan. Ik mis ze. Ik vind altijd lekker het terrasje. Lekker espresso. We zijn eentje aan het fietsen gegaan, een ijsje gegeten. En toen dachten we, hey, die terrassen zijn inderdaad weer open. We hebben een klein rondje gedaan en daarna belanden we hier. We zijn er heel blij mee dat de tijdstip is aangebroken dat we open kunnen. Het is een hele moeilijke periode geweest de afgelopen 2,5 maand. We zijn wel veel gesteund door mensen met afhalen en bezorgen wat we gedaan hebben. Maar dit moest gewoon gebeuren nu, want anders komt niet ik, maar ook elke zaak in de problemen als dat veel te lang gaat duren. Ja, gelukkig. We hebben al de gasten heel erg gemist. En ik ben bijzonder trots en blij dat we vandaag weer open mogen. En je kan het zien, we hebben weer een vol terras, een volle bezetting. Helemaal top. Is het lastig om te werken met alle regels die er nu gelden? Nou, ik vind het persoonlijk zelf niet lastig. Het is natuurlijk voor al het personeel in het begin even wennen. Maar je ziet dat eigenlijk iedereen het heel snel oppakt. En de gasten die waarderen het ook dat je er moeite voor doet. Biertjes maar goed, bitterballen is ook prima hier. We hebben echt een heerlijke middag. Dolce vita, precies. Ja.